paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Bij het passeren van de finish nog een volle ronde af te leggen. Met aan de kop op dit ogenblik nog altijd die Egoa du Boulay. Egoa du Boulay die bepaalt het tempo. Bierboca Paar op de tweede plaats. De twee dames voeren het aan. Aan de buitenzijde is het Davy Magiek. Die gaat op zoek naar meer. Ligt nu op een gedeelde vierde plaats met aan de binnenzijde Kennedy Kite. Daarachter volgt aan de binnenzijde dan een wat teruggevallen nummer 5 Henri de Corday. En die wordt geflankeerd door Carol Bianco. Daarachter Happy Tolleville, laatste van het gezelschap, nog altijd Esculanac. Voor de laatste maal aan de overzijde van de baan. En daar freewheelend aan de leiding. Egoa du Boulay. Egoa du Boulay met twee lengte voorsprong. Maar daar komt een aanval. Davy Magiek. Die gaat plaatsen goed maken. En die rijdt het gat met de leider dicht tot anderhalve lengte. Daarachter Bierboca Paar die het beste heeft gegeven. Aan de buitenzijde komt Carol Bianco. Die gaat naar de derde plaats voor Kennedy Kite. En zo zijn de paarden op weg naar de laatste rechte lijn. Met nog altijd Egoa du Boulay. Egoa du Boulay die heeft de leiding hier op de tweede plaats. Is het daarachter Davy Magiek. En daarachter komt dan Carol Bianco. Maar Egoa du Boulay en Hiltje Tjalsma, de vliegende Friesin. Ze winnen het op de tweede plaats. Davy Magiek en als derde tikt af Carol Bianco. En dan komen ze aan, dames en heren, onze winnaars. Egoa du Boulay en Hiltje Tjalsma. Een zesjarige Vosmeri Orlandovici uit de Vignon du Boulay. Gefokt in Frankrijk in bezit van Stal PD. Trainer Bas Krebas, geweldig gereden door Hiltje Tjalsma. En zij wordt hier alvast onthaald naar winst in de Over die Metals. Grote prijs Alkmaar. We vragen de sponsoren om naar voren te komen met prachtige ereprijzen voor de winnende pikeur. Doe maar. En Hiltje neemt zelf de leiding voor het nemen van de foto. Praat even bij met de trainer. Bas, gefeliciteerd. Je hebt ze aardig goed, hè? Ja, paarden zijn in bloedvorm. Ongelooflijk. Ben ik heel blij mee. Van het voorjaar ging het niet zo, maar de laatste maanden ze vliegen. Maar meestal heb je wel een paardje voor de lange koers. Ja, dit jaar helaas niet. Want ik heb natuurlijk een goede Fransmannen, maar die lopen beter in hun eigen klas in Frankrijk. Niet dat ze er hier goed in kwamen te staan. Al met al wel een mooie koers. Ja, zeker. Ik had er natuurlijk ook graag in ingehaald, maar ik heb hem niet. Dan houdt het op. Heel kort nog even. Je beweegt weer lekker, maar je had last van de rug. Ja, ik was even vorige week even... Lag ik even in een lappenmand. Maar gelukkig gaat het weer de goede kant uit. Daar viel het gelukkig wat mee achteraf. Gelukkig achteraf wel, ja. Hey, je spreekt natuurlijk inmiddels ook een leuk woordje Frans. Dus je kon met meneer achter die vijf een beetje praten? Ja, ik denk ik rij gewoon... Hij wil natuurlijk hard weg, ging hij. En hij trok gelijk de handrem aan. Ja, ik denk, ja, dat gaan we, daar neem ik hem zelf wel over. Geen vuiltje aan de lucht? Nee, helemaal niks. Nou, topmerrie is het gewoon. Dankjewel, heel gaan we gauw, want de topmerrie wordt er een beetje onrustig van. En we staan ook nog eens midden op de baan. Bas Krebas heeft zijn stal weer in grote vorm. En als je dan ook nog terug kan vallen op zo'n pikeur, dan is 1-1-2. Hiltje Tjalsma, Egoa du Boulay. ...30 meter. En de start is gevallen. De paarden zijn gestart en het is na de start Henri de Corday die de leiding heeft genomen. Wijd aan de buitenzijde komt Esculanac naar voren om zijn landgenootgezelschap te behouden. Maar aan de binnenzijde ligt de vliegende Friesin Hiltje Tjalsma met haar nummer 1 Egoa du Boulay. Situatie aan de overzijde van de baan. Aan de leiding Henri de Corday is...
de tweede plaats Igor Dubolé en daarachter volgt op de derde plaats Epi Tolville. Birbo Caparre die volgt als vierde met drie kwart lengte daarachter dan Chris van Diest. En hij rijdt hier in dit gezelschap Kenneki Kaait. En op tweetal lengte daarachter volgt dan Davy Magiek met daarachter dan het nummer 8 van Carol Bianco. En de rij wordt gesloten nu door het nummer 6 van Esculanac. De paarden hebben zo'n beetje de posities nu gekozen en de leiding is overgenomen door Egoa Dubolé. Egoa Dubolé die heeft de leiding als de paarden dan weer in de rechte lijn voor de tribune zijn. En zo dadelijk de volgende ronde ingaan. Op de tweede plaats volgt Henri de Cordet en daarachter volgt op een tweetal lengte Happy Tolville. Schuin daarnaast aan de buitenzijde is het Birbo Caparre. Wim Hendricks vindt het tijd om nu positie te verbeteren bij het ingaan van de bocht met Davy Magiek. En die gaat nu een halve plaats naar voren, maar vooralsnog is het aan de kop Egoa Dubolé. Aan de overzijde van de baan Egoa Dubolé met een lengtevoorsprong. De tweede plaats erachter voor Henri de Cordet. Die wordt geschaduwd door Birbo Caparre aan de buitenzijde. Die neemt zelfs de tweede plaats over. Daarachter volgt dan Davy Magiek. Die heeft een paar plaatsen weer nog goed gemaakt. Verder weg in het veld is het dan Kenneki Kaait met aan de binnenzijde Happy Tolville. Daarachter volgt dan Carol Bianco. En de rij wordt nog altijd gesloten door Esculanac. Paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Bij het passeren van de finish nog een volle ronde af te leggen. Met aan de kop op dit ogenblik nog altijd die Egoa Dubolé. Egoa Dubolé die bepaalt het tempo. Birbo Caparre op de tweede plaats. De twee dames voeren het aan. Aan de buitenzijde is het Davy Magiek. Die gaat op zoek naar meer. Ligt nu op een gedeelde vierde plaats met aan de binnenzijde Kenneki Kaait. Daarachter volgt aan de binnenzijde dan een wat teruggevallen nummer 5 Henri de Cordet. En die wordt geflankeerd door Carol Bianco. Daarachter Happy Tolville, laatste van het gezelschap nog altijd Esculanac. Voor de laatste maal aan de overzijde van de baan. En daar vriewielend aan de leiding. Egoa Dubolé. Egoa Dubolé met twee lengte voorsprong. Maar daar komt een aanval. Davy Magiek. Die gaat plaatsen goed maken. En die rijdt het gat met de leider dicht tot anderhalve lengte. Daarachter Birbo Caparre die het beste heeft gegeven. Aan de buitenzijde komt Carol Bianco. Die gaat naar de derde plaats voor Kenneki Kaait. En zo zijn de paarden op weg naar de laatste rechte lijn. Met nog altijd Egoa Dubolé. Egoa Dubolé die heeft de leiding hier. Op de tweede plaats is het daarachter Davy Magiek. En daarachter komt dan Carol Bianco. Maar Egoa Dubolé en Hiltje Tjalsma, de vliegende Friesin. Ze winnen het. Op de tweede plaats Davy Magiek. En als derde tikt af Carol Bianco.